Goedemorgen. Dus vandaag, welke dag is vandaag, Honnie? Hi, Hon. Vrijdag. Vrijdag, we zijn wakker geworden in het hotel in Keulen. We gaan lekker ontbijten. Zo, wij hebben ontbeten. Even koffers ingepakt en het is weer tijd om lekker naar huis te gaan. Ik kan echt niet wachten om mijn kat te zien, jongens. Ik ben helemaal gesloopt gewoon. Het is wel echt lekker weer. Het is 27 graden hier. Is toch niet normaal? Er is nog een tennisveld hierachter. Zo, wij zitten eindelijk in de auto. Ik zit lekker achterin. Hon zit vandaag voorin met Nes. Ik heb hier wel lekker veel ruimte. Ik denk dat ik straks ook gewoon in slaap ga vallen. Hoe lang duurt het van Keulen naar Rotterdam eigenlijk? Ja, nu, kun ik even. Oh, straks dikke 3 uur of zo. Ja, ze wel even reizen. Nou hè. We gaan wel lekker stoppen. We gaan lekker gezellig maken. 3 uur rijden. Ja, 3 uur. Mijn kindjes zijn er weer. Hi, Minari. Hij heeft mij gemist. En mijn andere schatje, ik heb jullie zo erg gemist, hè. Ik heb jullie zo erg gemist. Kijk, wat doet hij dan? Wat doet hij? Hi, hi Ninari. Ik heb je gemist, hè. Wij zijn dus lekker weer thuis. Echt zo'n lekker gevoel. Gelijk pyjama aangedaan. We zijn toen daarna in bed gaan liggen. Even een uurtje. En we hebben nu even eten besteld bij Elfaan. Dat is echt een beetje een ritueel van ons. En als we terugkomen van vakantie of wat dan ook, hebben we gewoon gelijk een bestelling doen bij Elfaan's. En ja, we gaan zo lekker even genieten van ons eten. Een beetje tot rust komen. En dan zien we wat we vanavond gaan doen. Want het is vandaag 33 graden in Nederland. Niet normaal. Ik heb in ieder geval echt heel erg zin om alles weer op te pakken in Nederland. Gewoon lekker weer mijn eigen routine, mijn eigen eten. Gewoon even meer bewegen. Ik heb er echt zin in. Je kunt trouwens nu echt zo zien dat ik bruin ben geworden. Dat zag je in Antalya nog niet echt, maar nu zie je het wel echt. Dus ja, daar heb ik gewoon echt heel veel zin in. Ik kan niet wachten om het allemaal weer op te pakken. Ik hou nu ook echt zoveel vocht vast. En ik denk dat het met 3 dagen of zo ongeveer wel weg is. I love you so much. I love you. Onze bestelling is, wij hebben sambusa met kip, falafel, bonen, hummus voor de verandering in plaats van tarator, tapula, lekker rijst en wij gaan lekker genieten. Ik heb ook nog een cola zero, I love it. Guys, ik heb heerlijk gegeten, ik ben uitgerust, ik heb gedoucht, ik heb mezelf klaargemaakt. Ik ga even honey ophalen, want ik heb echt heel erg veel zin om even mijn autootje weer te rijden. Ik heb al 2 weken niet gereden. En we gaan even ergens een koffietje doen. Dat is een beetje de planning. Ik heb er echt heel veel zin in. Het is heel lekker weer. Dus ik heb lekker een topje aangedaan van de Zara. En omdat mijn voeten nog heel erg opgezwollen zijn, heb ik maar even gewoon slippers aangedaan. Ik heb trouwens niet op mijn lelijke teennagels. Ik heb echt heel snel weer een pedicure nodig. Ik kwam net mijn auto binnen en mijn auto ruikt echt zo erg lekker. Ik laat jullie even zien waardoor dat komt. Ik heb laatst dus dit gehaald. En het is een autogeurtje van Ambipure. En die werkt echt zo abnormaal goed. Echt een aanrader deze. En nu gaan we naar Honey. Oh, ik heb echt zo erg zin om te rijden. Niet normaal. Oh shit, ik moet tanken. Daar heb ik weer geen zin in. Daar zijn we weer. Nou, ik heb je lang geleden gezien. Oké, ik wil een even lekker koffietje drinken of zo. Ja. Ga daar. Zeg maar waar. Het is nu al bijna 8:30. 9 uur slaat Starbucks. Nee toch? 9 uur? Ja, welke Hofplein. Dan? Hofplein? Welke is dat? Waar we laatst waren. Oh. Oh, ik heb eentje gekeken, maar stond Schiekade tot 8:30, maar dat is die niet. Nee. Oh. Jawel, jawel, bij Schiekade. Ja, oh shit, 8:30. Of nee. Nou, wij zijn even naar de leenbakken gereden. Want Ron heeft even kussentjes nodig. Ga even kijken of ze hier wat leuks. Ga even kijken of ze hier wat leuks hebben. Heb je wat gevonden, Ron? Wil je zo'n ding bedoel je? Nee toch? Nee, maar ik bedoel, ik was even kijken. Iets met, maar ik had zoiets gezien aan het paas. Nog kussens hier hoor. Ja. Ik denk dat jij meer die kant op moet. Allemaal kleur. Wij gingen dus naar Stroom rijden en toen waren we daar geparkeerd en dus zag het er echt heel verlaten uit. Toen ging ik even googlen en bleek dus gewoon dat het hele hotel failliet is gegaan. Echt jammer, want we konden altijd wel gezellig zitten, ja, hè? Ja. Was heel fijn afgelegen, maar het is dus failliet gegaan. Ik denk vanwege corona en zo. Dus dat is wel sneu. Maar we zijn nu bij een ander tentje. Wij zijn bij de West Paviljoen. Ik ga lekker een koffietje nemen. Wat ga je nemen, man? Ja, kijk. We hebben lekker koffie besteld.
En al heeft een cheesecake. Was het er echt goed uit jouw cheesecake? Ik denk dat die gebakken cheesecake. Ja, hè? Ja. Ik wou er ook bijna één nemen aan, maar toen dacht ik, nee, ik wil hem vandaag echt even inhouden. Ik eet al de hele week gewoon echt troep. Dus ik vandaag even rustig gaan doen. Het zijn echt altijd van die trutjes. We zijn verhuisd naar een betere plek. Nu kunnen we zo op de straat kijken. Guys, wij zitten hier nog steeds. Hartstikke gezellig met z'n tweetjes. Ik laat jullie even zien hoe wij hier erbij zitten. Wij zijn echt om en aan het chillen. Wij zijn echt ghetto. Ik wil even een hapje of zo bestellen. Wat hebben ze hier allemaal? Even kijken. Oh, lekker hoor. Ze hebben hier olijven. Borrelhap, olijven. Kaas of zo is ook lekker, hè? Ik ben alles eten. Ja, dat klopt. Bitterballen. Wij hebben dus olijven besteld. En kaas. En bitterballen. En we gaan hier denk ik nog heel lang zitten. Ik heb net Nessim gebeld. Hij is Breaking Bad aan het kijken. Dat is echt heel handig voor mij. Want hij heeft mij niet nodig op dit moment. Nee, hij heeft mij niet nodig. Hij is gewoon lekker relaxed thuis aan het chillen. Dus ik ben hier lekker aan het chillen. Het is echt heel lekker weer trouwens. Het is echt lekker afgekoeld. Veel lekkerder dan in Antalya. Zo lekker dit. Ik ben lekker thuis. Hi schatje. Kijk. Oh, die lekkere pootje van je. Oh, ze zijn zo lief. Hi. Ik heb jullie gemist. Oh, ze zijn zo mooi in de avond. Oh, ik heb mijn huis gemist. Ik heb mijn badkamer gemist. Ik ga gelijk even mijn gezicht heel goed reinigen. Want dan kan ik op vakantie doen. Ik had alleen van die Nivea doekjes mee. Maar mijn gezicht heeft echt een scrub nodig. En één keer in de zoveel tijd moet ik het echt doen. Want ik maak gewoon heel veel talg aan of zo. En dan zie ik hier altijd rondom mijn kin. Dat wil ik heel graag weg hebben. En dat doe ik met deze. Van Image Skincare. Kijk, zien jullie dat het echt gewoon helemaal glimt. Maar dan moet ik dus niet meer scrub. Een scrub van Image Skincare. Even je gezicht een beetje nat maken. Ik doe het heel erg subtiel hoor. Ook niet onder je ogen doen. Gewoon eigenlijk een beetje hier, een beetje hier, een beetje hier. En dat is dan dikke prima. Ik vind deze heel fijn tot nu toe. Ik heb ook nog niet echt... Jawel, ik heb wel eens een keer van kruidvat of zo gebruikt. Maar ik vind tot nu toe deze wel wat beter. Zo. Ook niet te hard scrubben. Zo. Ik heb mijn gezicht gewassen. De camera flikkerde bijna. Ik ga even mijn gezicht even insmeren met olie. Ik moet heel eerlijk met jullie zijn. Mijn laatste vlogs kan je echt heel goed zien bij mij. Dat mijn filler dus echt helemaal is uitgewerkt. Want dit zijn gewoon mijn lippen eigenlijk. En het begint bij mij opeens gewoon uit niks echt te kriebelen. Om weer een beetje filler te doen in mijn gezicht. Ik zou het zeg maar nooit... Zoals, ik zou het nooit doen zoals ik het zeg maar eerst had. Dat echt never. Maar gewoon echt heel subtiel. Maar ik ben dus heel erg aan het twijfelen daarover. Want ik wil echt geen duckface meer. Ik vind het echt, omdat het zo ontploft eruit ziet. Dat wil ik echt absoluut niet. Ik vind het totaal niet mooi. Maar nu het zeg maar helemaal is opgelost. Begrijp ik wel weer waarom ik eraan ben begonnen. En ja... Ik weet niet, ik ben gewoon heel erg aan het twijfelen. En ik wil gewoon eerlijk met jullie zijn. Maar misschien is het omdat ik ook gewoon mijn eigen vlogs edit en dan de hele tijd mezelf op een scherm zie. Ik ben nu mijn huid aan het insmeren met vitamine C. Gewoon omdat ik het gewoon lekker fris vind, doe ik even zo'n spreetje erbovenop. Maar volgens mij is het echt nergens goed voor. Ik ga nu alvast in mijn bed liggen. Even wat lezen en dan denk ik lekker rustig in slaap vallen. Ik ben zo blij dat ik thuis ben. Ik ga denk ik even een fles water drinken. Ik heb heel slecht water gedronken vandaag. Ik denk hierbij ook gelijk mijn vlog afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vindt. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer.